Lekker dingen, ja. Ik ben lekker dingen. Stuk geboefte. Pootjesbijter, hè? Pootjesbijter. Ja, lieve vrienden. Ik wens jullie als eerste weer een welkom bij een gloednieuwe vlog. Ondanks dat ik heel laat in erin kom. Het is vandaag vrijdag 20 november. En schrik niet, 15:36 is het. Ik was helemaal vergeten. Ja, druk gehad. Ik heb zelfs mijn kettingen vergeten om te doen. Die ga ik straks wel eerst even halen. Want ik voel me er wel een beetje bloter onder. Want ik heb ze normaal dagelijks om. Ja. Mijn dierbare kettingen. Maar dat komt zo wel goed. Ik heb het inderdaad druk gehad. De honden zijn uitgelaten geweest. Die moeten zo wat alweer. Eten natuurlijk en alles gehad. Astrid is al geweest. Ik heb hier al namen op zitten te schrijven. Van wie moet er allemaal een kerstkaart, etc. Even een paar adressen opgezocht die ik kwijt was. En die heb ik weer gevonden en toen kreeg mijn mobiel een update, dus die is daarmee bezig. Die kan ik nou openen. Zo. En dan krijg je dus dat je ineens, oh ja, ik ben vergeten te vloggen. Nou, ik ben deze. De dames die zijn lief, daar ligt er eentje op de bank. Ja, dat is er maar één. Hé? Lekker dingen, ja. Ik ben lekker dingen. En daar ligt er een, maar ja, daar kan ik niet bij komen, want die ligt mij te laag om daar dat te knuffelen. Ja. Hé, hoe is het nou met je? Ik zat gisteren zo aan het overgeven geweest dat ze trilde ervan. Ja, ze zat iedere keer met te trillen als een rietje. Alsof ze het steenkoud had. En dan moet je er echt een goud schoonpoetsen, want o jee, o jee, o jee. Malle meid, hè? Ja, mal meisje. Hè? Och, godje toch, hè. Ze is ook zo lief. Even je pet goed. Zo, jij bent ook lief. Hè? En Kandalf, nou ja, die is zover ik weet buiten, want... Hij begon te blaren voor de deur. Ja. Zoals jullie weten, heb ik de kerstspullen klaar. En dat hebben jullie ook al zo'n beetje kunnen zien. En ik vond nou net weer gegevens dat Frodo, mijn vorige hondje, die is vorig jaar op 15 november overleden. Dus dat is ook maar net 5 dagen terug. Ook vond ik dat van Eowyn. Die heb ik 19 oktober laten inslapen. Dus ook alweer een maand geleden. Ja. Het gaat hard. Te hard. Ja, het is gewoon niet leuk meer. Maar ja, de gedane zaken nemen geen keer. Ik ga eventjes zo mijn kettingen ophalen, want ik voel me er niet prettig onder. En ik denk al, waar zijn ze toch? En ik dacht dat ik ze eronder had. Nee, ook niet. Ik denk, nou, heb ik ze vergeten. Maar ja, oké, dat gebeurt wel vaker dat je iets vergeet. Ja, dat moet ook kunnen. En dan ben je met je hoofd er niet bij en dan ben je met je hoofd al veel verder dan dat je eigenlijk bent. Ja, en dan vergeet je zus. Maar ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, ik moet zus nog doen. Nou ja, dat gaat zo, hè. Ja, ik heb in ieder geval één kaart geschreven. Die wordt morgen ook opgehaald. Morgen heb ik ook een drukke dag. Dan wordt dit opgehaald, een heel zak met snoep voor de kinderen. Nou ja, het zijn 2 kinderen. En desnoods eet mama er maar voor mee. En
een kerstkaart erbij geschreven. Ja. Dus ja, die staat eigenlijk tegen jullie op, tegen mijn statief. Dan vergeet ik dat niet. En de rest moet dus nog allemaal schrijven. Maar dat komt wel goed. Ik heb in ieder geval nou de namen. En ik heb even eentje geappt om haar adres op te vragen. Ik heb ook eentje gebeld om de adres op te vragen. Die heb ik ook gekregen. Dus ja, allemaal goed. Allemaal goed. Ja, dus ik zou zeggen, hou vol goede moed. Het zonnetje schijnt hier. Het is hier wel ook bewolkt, maar het wordt ook weer avond, hè? Tenminste, avond, namiddag. Het is een beetje bewolkt, het is een beetje blauw, het is een beetje zon en het is een beetje, van alles en wat. Maar ik heb nog geen regen gezien, terwijl daarnet, dat Astrid wegging, de regen om te pakken viel. Ja, dan kon je zo wat uit de lucht weghalen, maar er is niks uitgekomen. Dus ook dat kan allemaal gebeuren. Ja toch? Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder. En we spreken elkaar hopelijk straks nog. En anders plak ik het morgen aan het weekend vast. Want morgen kan ik ook niet veel vloggen. Want morgen wordt het eerst opgehaald. Daarna moet ik op verjaardag zitten bij mijn schoonzus. Hoe laat ik daar weer van thuis kom, weet ik niet. Ik hoop dat ik daar niet al te lang hoef te zitten, want ik heb de woefies ook nog, die moet ik ook uitlaten en doen en verzorgen. Dus ja, hoe en wat, ik weet het niet hoe de dag morgen eruit gaat zien en anders plakken we het gewoon, maken we er een weekendvlog van. Ja toch, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet van alles en doe je ding. Ik zou zeggen, tot later. Ja, zo lieve vrienden, we zijn weer op zaterdag aanbeland en dan weliswaar op 21 november en we leven om 12:25 alweer, ja. De honden die zijn net samen even buiten geweest en ze zijn even alleen nog buiten geweest om de beurt, dus ja, je kunt met mij alle kanten op. Ze hebben dus buiten even het een en het ander gedaan. Ze hebben gespeeld, ze hebben weer het een en het ander gedaan. Ze zijn inmiddels al 3 keer in de tuin geweest. Ik ga straks met ze lopen, maar ik krijg eerst bezoek. Dat is een bliksembezoek, die komt even het een en het ander halen. Dat is dit mikmakkie. En die kerstkaart die ik ook al liet zien gisteren. Dus ik zet het nou klaar op de tafel. Ik heb een bak koffie voor mijn neus staan. Ik wacht daar gewoon op en als ze geweest zijn, ja, dan ga ik even met Woefie Waffie uit. Kandalf is ook binnen. Die zit zichzelf hier op kaal te plukken. Kijk, hier een stukje haar. En er lag trouwens achter mij op de grond nog. Ook van hem. Ja, nog een dotje. Maar in ieder geval... Kandalf die krijgt zo te eten van mij en die gaat dan de hal in en die komt dan ook niet weer buiten, want ik weet niet wat het weer gaat doen, nee. Ik neem ook mijn regenjas mee, want je weet me nooit, nee, daarom. Als ik die al aan moet hebben op de terugweg of zo, ja, dan kan ik hem aandoen, weet je. Maar ik wens jullie ook natuurlijk weer, dat vergeet ik natuurlijk weer, zoals normaal. Welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de beestenboel, ja. En wat voor beesten? Kan je zo'n beesten? Enkel, jij moet eens een keer ophouden. Met je, hey, hou eens op, Kandalf. Met een gepluk. Daar ligt er een. Elwing. Ik heb geen zin om te luisteren. Nee, denk je. Waar ik liggen waar ik lig? Gelijk heb je. Nou, en dan zit Rijka er daar, zoals gewoonlijk. Rijka! Die is net zo Oost-Indisch doof dan dat Elwing is. Nou, ik zal dit gelijk even weggooien. Hè? Stuk geboefte. Pootjesbijter, hè? Pootjesbijter. Iedereen die pootjes heeft, ieder beestje die pootjes heeft, daar mag je graag in bijten, hè? Ja. Ja, toch?
Mag je graag in bijten, hè? Ja. Ja, die kachel is heet, hè? Dan moet je daar maar neerzetten. Ja, dat is heet, hè? Nou, kom. Kom er vanaf dan. Ja, maar je vindt het ook wel weer lekker. Nou ja, moet je dat dus zien. Kom dan. Kom dan. Kom. 1, 2. Oh, goed. Lief zijn, kusje. Ja, het is niet lekker weer. Het is grijs, grauw, triest, koud, winderig, rot weer. Ja, het is in ieder geval nog wel droog, maar wat het brengen gaat, het weer, ik weet het niet. Ik haal hier even een stukje omhoog. Zo, kijken we hier. Nou is het beter, hè? Ja. Ik haal mijn mobiel er even bij. Zullen we eens eventjes blijven? Wat het weer ontbrengen gaat. Net boven gaf hij geen betekenis. Even zien hoor, even daar naartoe. Buienalarm. Nou ja, zulke kleine heuveltjes, dat merk je niet eens. Want de reclame komt eronder en dan zie je die heuveltjes niet meer. Dus zo weinig. Ja, echt bitter weinig. Ik heb het niet eens laten zien, want het is zo weinig. Maar ja, oké. Okay, er zit ook nog een appje binnen van Marianne. Die stuurt me een sticker. Ach ja, ook altijd leuk. Dus. Maar oké, okay, lieve vrienden. Ik moet dus vanmiddag ook op verjaardagsvisite bij mijn broer en mijn schoonzus. Want mijn schoonzus die was vorige week zaterdag jarig en ja, die moest het vieren in termijnen vanwege ome Rutte, die wil dat zo graag. Nou ja, dan ben je maar aan te houden. Ja, echt eraan houden doen we ons ook weer niet. Maar ja, we houden ons enkel een paar regeltjes, maar voor de rest bekijk het maar. Ja, want dan is per 1 december het mondkapje verplicht, maar voor mij niet. Nee. En ja, ik heb niet een papiertje of een kaartje of wat dan ook. Ik heb enkel de brief van de huisarts van, ja, ik heb 2 OPD. Het is aan mij niet te zien dat ik iets mankeer, maar ik ben wel chronisch ziek, weet je. Ik mankeer wel wat. En dan kan ik niet met zo'n mondkapje blijven. Maar ik heb wel zo'n plastic, maar ja, ik vergeet die ook wel eens. Die zit niet standaard in mijn tas, want ik heb daar te veel spullen in. Wat ik ook standaard wel nodig heb. Ja. Hou nou eens op. Vetklep. Maar ja, oké. Okay, we zien wel. Er stond ook op een site van de overheid. Stond ook iets op. Ook over mensen met COPD, andere longaandoeningen, noem maar op. Wij vallen er buiten. Wij hoeven dat niet. Dus ja. We zullen het beleven, hè? Ja. Maar ja, oké, okay, we merken het vanzelf wel, hoe en wat. Ik geef gewoon een mondelinge verklaring en ik laat mijn brief desnoods zien. En ja, desnoods zet ik dat ene op een sticky en ik laat het even uitprinten, want ik heb nog steeds geen inkt. Dat moet ik allemaal voor sparen, maar ik ben nou ook aan het sparen. Dus ja, dat komt allemaal wel TIZT goed. Hou nou eens op, viespeuk. En die zit alweer op de kachel. Jongen, nog een toe, die heeft kou kont, denk. Nee, op de kachel. Ze hangt erboven. Jeetje. Geweldig. Geweldig beest. En die legt daar zo heerlijk. Helwing. Jij,
Elwing lief? Is Elwing lief, ho? Sorry. Is Elwing lief? Elwing. 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 Ja, dat is een grote meid, hè? En ze is zo mooi, hè? Ja, oh, ze is zo mooi, hè? Mooi kind, hè? Ja, ook zo'n mooi kind, hè? Ja. En ook zo lief, hè? Ja. Lief meisje, hè? Ja, ga naar bed liggen, kind. Zou ik ook doen. Hè? Ja, zou ik ook doen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. En ja, jullie trillen even omdat ik jullie weer neerzet. Doe het met een lach. En snik niet. En vergeet mij niet. Nee, ik vergeet jullie ook niet. Nee, echt niet. Nee, daar zijn we vrienden voor, toch? Ja, vrienden voor het leven. En niet voor heel even, nee. Voor altijd, tot de dood ons scheidt. Toch? Ja, mooi klein gedichtje. Dus ook te binnen. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet in ieder geval van jullie dag. Vul hem in zoals jullie het zelf willen. Wees wel lief voor elkaar, wees aardig voor elkaar, etcetera, etcetera. Is het bij jullie ook zo triest en grijs, wees dan zelf het zonnetje in huis en buiten waar jullie ook naartoe gaan. Zeggen tot later vandaag, wanneer, ik weet het niet, misschien straks alweer, ik weet het echt niet. Nee, straks komen er ook een paar kleine kindertjes mee, dus ja, dan kan ik sowieso niet vloggen, want die kindertjes mogen er niet op. Moeders wel, maar kindertjes niet, dus ja, daar hou ik wel rekening mee. Dus zeggen, geniet en tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb nog koffie voor mijn neus staan en dan ga ik zo opdrinken. Er staat hier al een tas. Die staat vol met spullen. Die gaat zometeen mee vanwege de regen als het al gaat regenen. Het is nou weer droog, maar als het al gaat regenen zit er een vuilniszak eroverheen om het droog te houden. Ik ben netjes ervoor gekleed. Ik heb mijn gewone vest uitgedaan voor een mooie vest. Er zit ja, ook een beetje een glimmertje erin. En mijn jurk, ja, het is een oude jurk, maar wel ook netjes. Ik ga mijn koffie drinken en ik ga mijn jas aandoen en dan ga ik er van door. Ja, de hondjes nog even voor die tijd de tuin in laten vliegen. Dat is, en ik heb de televisie al aan, enkel het geluid heb ik even uit omdat ik met jullie even wou praten nog. Maar in ieder geval, die vrouw, ook mijn vriendin met haar twee dochtertjes zijn ook al geweest. Dus die snoepjes en die kaart heb ik ook al weg. Dus, klaar ermee. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En tot later. Doei!